Het is dinsdagavond, bollenstreek van toenavond. Herkent u ze nog, de Sassemers? Dat is de titel van de bekende serie gemaakt door Frans van der Wiel. Hij geeft zelf uitleg bij de oude beelden uit Sassenheim. Daar begon hij al mee in 2007. Overigens, er is iedere donderdagochtend van de maand, bij de Stichting Oud Sassenheim een inloop. Daar wordt iedere keer een ander interessante presentatie over Oud Sassenheim gegeven. Dus nu, aflevering 16 van Herkent u ze nog, de Sassemers? Veel plezier daarbij. Herkent u ze nog, de Sassemers, editie 16, gemaakt in 2022. Op dit eerste plaatje kijken we vanaf de Teilingenlaan naar de boerderij van Wim van Rijn. Dit is wel een groot contrast met de tegenwoordige situatie. De foto is gemaakt in 1999. Er was nog geen bebouwing van over Teilingen, maar een mooi bollenveld in bloei. Dit is de Carolus Clusiuslaan en deze ligt direct achter het terrein van deze boerderij en is aangelegd in 1939 tussen de Teilingenlaan en de Hoofdstraat als onderdeel van de verbindingsweg tussen Noordwijk, Noordwijkerhout en de nieuwe snelweg die de naam Rijksweg 4 kreeg en toen liep tussen Amsterdam en Leiden. Men is hier bezig met de aanleg van de nieuwe Carolus Clusiuslaan bij de Hoofdstraat. Die verbindingsweg kruiste de Hoofdstraat op het punt wat nu bekend is als Sassenheim Noord. Deze twee woningen moesten worden afgebroken om het kruispunt op deze plek mogelijk te maken. Rechts het huis en schuur van Piet Molenaar, Piet van Plaats Hek, zoals hij genoemd werd. Dit was omdat zijn huis zich recht tegenover de toegangshek van landgoed De Leden bevond. En links Vredehof, het pand van Klaas Beumer, hoofd van de openbare lagere school. Hier zien we de nog nieuwe, rustige Carolus Clusiuslaan na de opening in 1938, gefotografeerd vanaf het dak van de bollenschuur van Westerbeek richting Sassenheim Noord. De aftakking naar rechts is de Teilingenlaan. De situatie van het kruispunt in 1948 vanaf de noordwestelijke kant. Duidelijk zijn de bovenleiding en rail van de tramlijn nog te zien. Rechts Hyacinta op de hoek met de Van Pannotlaan en op de andere hoek staat het huisje van de familie Van Eyck. En daarachter is nog het koffietentje van Werkhoven te zien. Zo zag het eruit in de 50e jaren na verwijdering van de tramrail. Met links de Van Pannotlaan en een stukje van Villa Hyacinta. Helemaal vooraan links is de ingang van de Ter Ledelaan. Uiterst rechts begint de Carolus Clusiuslaan en in het midden de Hoofdstraat met een Crossleybus van de NZH. We staan hier voor Hyacinta en kijken in noordelijke richting. De Van Pannotlaan, hier rechts, was een van de weinige verbindingswegen met de snelweg voor de Bollenstreek. En tijdens het bollenseizoen kon het kruispunt Sassenheim-Noord de drukte bijna niet aan. Stoplichten waren er nog niet en het verkeer werd met agenten van verkeerspolitie in goede banen geleid. De door de drukte ontstaande files bij het kruispunt werden met grote belangstelling door de Sassenheimers gevolgd. Op deze helaas vage foto zien we nogmaals het kruispunt tijdens die bollentijd. De politie regelde dan met een aantal agenten het verkeer. De agent die de leiding had, stond dan op een verhoging in het midden van het kruispunt. Hij gaf de aanwijzingen aan zijn collega's die op de verschillende hoeken van het kruispunt stonden om zo het verkeer goed te laten doorstromen. De agent links, op de rug gezien, is de Sassenheimse agent Piet Kruiswijk. Ook deze foto is gemaakt tijdens bollendrukte in de 50e jaren. Gefotografeerd vanuit het huis van de familie Wilbrink, Parklaan 105. We zien hier auto's en fietsers die op aanwijzing van de verkeerspolitie de kruising van de Parklaan en de Van Pannotlaan oversteken. Later kwam ook hier een rotonde.
Vanaf de kantoorflat van Schulte en Lestrade aan de Parklaan zag het kruispunt Parklaan van Pallandlaan er zo uit in de winter van 1991. Op de voorgrond de panden van de gemeente, waaronder links vooraan het huis van de familie Staring en daarnaast de garages van de gemeentewerken en de brandweer. Familie Staring in de voortuin van hun woning aan de Parklaan 176. Van links naar rechts Peter Staring, vader en schoonvader van Dini en Rine Staring, en ervoor zoon Peter op zijn fiets met naast hem zijn zus Joke. Dit zijn aan de linkerkant de gemeentegarages en rechts het onderkomen van de brandweer begin jaren 70, met daarvoor de twee brandweervoertuigen. Links de Austin tankautospuit en rechts de DAF hoge drukspuit. In 2003 bestond de brandweer 150 jaar en dat werd onder meer gevierd met een open dag waarop alle taken van de brandweer werden getoond. De garage was omgebouwd tot een museum, er werd een film over de geschiedenis vertoond, er werden demonstraties gehouden en de jeugd kon een ritje met de brandweerauto door het dorp maken. Een van de demonstraties was het spectaculaire Vlam in de Pan. Onder grote belangstelling laten de korpsleden van de brandweer zien wat er allemaal mis kan gaan als je een brandende, vette pan met water probeert te blussen. Dan is dit het resultaat. De vlammen slaan uit het dak. Ook deze demonstratie werd druk bezocht. Autogordels losmaken als je auto ondersteboven ligt. Dat viel voor de meesten onder ons niet mee. Aan de Parklaan, op de plek van het Chinees restaurant Peking, stond in de 50er jaren het zogenaamde Tobacco Station van Barend van Loo. De smeedijzeren naam bovenop het dak is gemaakt door smederij Engberts uit de Molenstraat. En de door Hulle en Luik vervaardigde pijp rookte echt als binnen het kacheltje brandde. Het Chinees restaurant Peking, hier op de foto, bestond oorspronkelijk uit twee panden, waarvan in het linkerpand eerst gaskachels verkocht werden en ook jarenlang wasserij Haverkort gevestigd was. In het rechterpand was als eerste een bar gevestigd. Een promotiefoto van de bar met in het midden de eigenaar, de heer Brinkers, met rechts zijn echtgenote en links een barman. Hoofdstraat 284, het pand van J.H. Blom in de 60er jaren. Op die plek kwam de supermarkt Digros, intussen ook alweer gesloopt voor nieuwbouw. Rechts is nog een deel van de garage van Nieuwenhoven te zien, met daarnaast de kapsalon van Heemskerk en om de hoek de drogisterij van Melman. In 1972 werd het garagebedrijf naast Blom overgenomen door Maarten Verschoor, die door brand in zijn pand aan de Oude Herenweg in Voorhout genoodzaakt was om te verhuizen en zo op deze plek terecht kwam. Vanaf links staan hier op de foto de eigenaar van de garage, Maarten Verschoor en zijn vrouw met voor zich hun zoon. Rechts zijn broer en echtgenote. In 1975 verkocht hij het pand aan Dirk van der Broek, die er zijn supermarkt Digros vestigde. Zijn bedrijf verhuisde naar de Rijksstraatweg, de plek waar het nu nog steeds gevestigd is. Op deze foto is te zien dat het bedrijf gestaag groeide. Aan de rechterkant van het perceel staat het gebouw van Jack's Casino, wat voorheen koffietent De Uiver was. Nu, in 2022, is de oppervlakte van het bedrijf nog tweemaal zo groot als op deze foto. We gaan weer terug naar het dorp. Dit is gebouw Concordia en het stond op de hoek Hoofdstraat Concordiastraat. Omstreeks 1903 gebouwd als verenigingsgebouw voor christelijke belangen. Deed ook dienst als gymzaal en tot 1950 als repetitielokaal voor de harmonie- en fanfarekorps Crescendo. Vervolgens openbare lagere school
en daarna katholieke kleuterschool. Eind 1985 gesloopt voor nieuwbouw van een dansschool. Nu is er een moskee gevestigd. Op de achtergrond zien we nog het gebouw van garagebedrijf Van Santen met daarop een reclamebord voor Occasions. Op de plek van het tegenwoordige parkeerterrein van Dirk, achter de moskee, stond dit gebouw. Oorspronkelijk begin 20e eeuw gebouwd aan de toenmalige Nieuwe Haven voor motorrederij Wesseling. Na verhuizing van dit bedrijf naar de Molenstraat werd het garagebedrijf van Epp Posma en op de foto heeft het weer een andere eigenaar en is het van Henk van Santen. In 1966 is deze foto gemaakt van het bedrijf met daarbij de benzinepomp en een jeugdige klant. Waarschijnlijk een dochter van Van Santen. Op de achtergrond gebouw Concordia, waar nu de moskee staat. Het gebouw van de vroegere school met de Bijbel, dat hier pal tegenaan stond, is al afgebroken. Ter gelegenheid van het bloemencorso is een aantal auto's versierd. De man in het midden, in kostuum, is Henk van Santen. Bij de auto rechts staat links met stofjas Jan van Beek. De heer Van Beek was ook instructeur bij de plaatselijke EHBO-vereniging en menig Sassenheimer heeft tijdens de EHBO-cursussen les van hem gehad. Een klein stukje verder ligt het voorhavendkwartier. In de 80e jaren zag het er zo uit. We zien de vaartkade aan de Sassenheimervaart. Rechts de asschuur, gesloopt in 2002, en op de deur staat schoenmakerij De Molen. Schoenmaker Henk Warmerdam had er zijn bedrijf. Rechts daarvan is nog net het huis van de familie van der Willik te zien, wat later moskee werd. Links het huis van aannemer C.J. Melman. Hier zien we Henk Warmerdam voor de deur van de asschuur. In 1965 nam hij de schoenmakerij Mr. Schoenmaker over van Piet Braam uit de Molenstraat nummer 14. Tot 1974 heeft hij daar zijn bedrijf gehad. Maar door ruimtegebrek werd er naar een andere werkplek gezocht en gevonden in de asschuur aan de Vaartkade. In 1996 is hij daar gestopt en met pensioen gegaan. Dit karakteristieke pand is in 1905 gebouwd voor de heer Vreken, directeur van Zonneveld en Flippo. Na zijn verhuizing naar de Teilingenlaan werd het een koffie, thee, tabak en sigarenzaak van Weduwe de Leeuw en daarna van Barend van Loo. Nu is daar makelaardij Heemborg gevestigd. Opname gemaakt vanaf de Teilingenlaan richting Burgtestraat eind jaren 80. Nog geen Schutse of Sassenburg, maar het Bollenland van Piet Blom. In het midden van de foto de twee rijen huizen van de Burgtestraat. Links daarvan nieuwe bebouwing die bij het huis Vredestein behoort als huisvesting voor gehandicapten. En rechts boven de bebouwing de flat van Schulte en Lestrade. Een foto van hetzelfde stuk bollengrond, nu gemaakt vanaf de andere kant met de bollen mooi in bloei. Op dit stuk grond kwam eerst de Schutse en staat nu Sassenburg. Woonzorgcentrum De Schutse aan de Jan van Brabantweg 1, gebouwd in 1987 en afgebroken in 2011. Schuin rechts van De Schutse, naast het parkeerterrein, zien we de Nieuwe Burgstraat. In 1962 zag de Oude Haven er zo uit. Vanaf links zien we nog een stukje van het pand van Ravensbergen, dan autoverhuur De Oude Haven en garage van Kool, vervolgens herenmodewinkel van Jan Bemelman en het pand van Kiebert op de hoek. Daarnaast nog het pand van Rotteveel en het witte pand waar toen schoenhandel Ter Gouw gevestigd was. En dit is de Oude Haven eind jaren 50 met een bloemenmozaïek voor de fontein die er toen nog stond. Links de winkel van Ravensbergen en rechts het huis van Hovenier Vliem.
In het midden het witte huisje van G. van Leeuwen. Het is 17 september 1984, de dag van de officiële ingebruikstelling van het oranje carillon van de Dorpskerk door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana. Links burgemeester Kret, in het midden Prinses Juliana en rechts de organisator en voorzitter van de klokkencommissie, de heer Simon Vliem senior. Onder toeziend oog van burgemeester Kret en alle andere belangstellenden stelt prinses Juliana door dit klokje te luiden het nieuwe oranje carillon in werking. De heer Simon Vliem senior zit hier aan de tafel van zijn klokkenmuseum dat gevestigd is op de zolder van de Dorpskerk. Aan de wanden veel afbeeldingen van historisch Sassenheim. De foto is gemaakt in 2002. Achter zijn woonhuis aan de Rustervlaan op nummer 22 had Leen van der Kwaak de kassen staan van zijn bloemen- en plantenhandel. Abraham van der Kwaak, de vader van Leen, staat hier met zijn auto naast de kassen. Het gezin van Abraham van der Kwaak van Rustervlaan 22. Van links naar rechts Bram, Mien, Dick, geëmigreerd naar Australië, Leen, Corrie, moeder Cornelia van der Kwaak Bette en vader Abraham van der Kwaak. Vanaf de Boslaan zien we links de achterkant van de woning en olieschuur van Jacob Oudsoren. Rechts de koeienstal van Wim van Rijn en verderop is de woning en melkinrichting te zien. Op de achtergrond zien we de kunstaardewerkfabriek Velzen met aangrenzend kantoor aan de Kerklaan. Naar links zien we de ingang van de zes huizen van de Boslaan. Dit zijn die zes huizen aan de Boslaan, gezien aan de achterzijde. Ze waren eigendom van de hervormde diaconie. Achter het hek aan de linkerkant lagen gehuurde groentetuinen, die destijds eigendom waren van Stelma en later van Melman. Johan links en Klaas Oudsoren aan het werk met hun koude bak op de volkstuintjes achter de Boslaan. Foto van de familie Molenaar van Boslaan 2, gemaakt in 1957. We zien hier het echtpaar met drie kinderen op de trekker, die mooi versierd is met dahlia's, want ze doen mee met de schooloptocht tijdens de jaarlijkse oranjefeesten. Voor veel oudere Sassemers een bekend pand. Het huis en winkel van Egmond. Poelier, handelaar in kruidenierswaren, snoep, frisdrank en niet te vergeten ijs. In de jaren 60 werd er ook nog een aantal jaren een snackbar in dit pand gerund, die in het weekend tot groot genoegen van de jeugd open was tot ver na middernacht. Een sfeerplaatje van de hoofdstraat bij de Kerklaan tijdens een mooie zomerdag in de jaren 80. Rechts op de hoek van de nog smalle Kerklaan Albert Heijn en op de andere hoek het pand van Thea Gouverneur met haar winkel in handwerkproducten. Een zeer oude foto van de hoofdstraat gemaakt in 1898 vanaf ongeveer de tegenwoordige J.P. Gouverneurlaan. Rechts zien we een stuk van een stenen muur. Dat is de plek waar de ingang naar het park kwam. Op deze foto is dat nog de achtertuin van de oude buitenplaats Rusthof. En dat is het gebouw rechts met de vooruitspringende erker. Op de foto zien we naast dit pand twee lagere huizen en vervolgens een groter pand met uitbouw op het dak. En dat is het gemeentehuis. Nu is dat Herenmode Melman. En aan de overkant een hek met erachter de overplaats. Het gebied wat ook nog bij de buitenplaats Rusthof hoorde en waar later de Charbonlaan zou komen. Ook het postkantoor, gebouwd in 1902, bestaat nog niet. Iets bijzonders is het kleine houten gebouwtje achter de persoon met de emmer. Dat is het huisje van de klap- of nachtwaker die 's nachts tenminste elk uur een rondgang moest doen vanaf de Teilingenlaan
tot het hek van het koningshuis en overluid het uur moest vermelden. En tussen die rondgangen verbleef hij in dit huisje. Deze opname is vanaf ongeveer hetzelfde punt gemaakt en we kunnen zien dat er wel iets veranderd is. Van de panden die op de vorige foto stonden, staat slechts het pand van Melman, voorheen het gemeentehuis, er nog. De foto is van begin jaren 50. In 1930 is dit pand gebouwd als lagere school voor de hervormde gemeente op de hoek Jacoba van Beierenlaan, Westerstraat, en het is gebouwd in Amsterdamse stijl. Het diende als vervanging van de oude school aan de Hoofdstraat, waar de hervormde school van 1923 tot 1930 was gevestigd. Na diverse fusies met andere scholen werd in 2002 verhuisd naar een nieuw pand aan de Antoniuslaan en kreeg het gebouw andere gebruikers. In 2019 kreeg de voormalige school een woonbestemming en nu, in 2022, is het inpandig verbouwd tot woningen. Aan de overkant van de school zien we hier bij de voordeur van haar huis mevrouw Francina Honders Staring met haar vader Peter Staring en nog net zichtbaar achter haar moeder, dochter Henny Honders. Op de achtergrond de Westerstraat en het tweede gedeelte van de Jacoba van Beierenlaan. Op de plek van de Westerstraat en het tweede gedeelte van de Jacoba van Beierenlaan is nu het Gildehof gevestigd. Het huis links stond op de hoek van de Westerstraat en de Chabonlaan en was de woning van het gezin Pauwels. Op de foto zien we van links naar rechts zoon Wil, vader Theo, moeder Toni, twee onbekenden en een mooie Renault Dauphine. De foto is uit 1962. De Slotlaan gezien vanaf de Westerstraat. De huizen rechts zijn op de plaats van de eeuwenoude boerderij van de oude Hoorterslaan gekomen. Links zien we het gebouwtje van de noodslachterij. Er wordt vlees opgehaald en in de deuropening staat omroeper Bert Stafleu om alles in goede banen te leiden. Ook deze foto is van 1962. De Oranjefeesten zijn een jaarlijks terugkerend evenement. Zo ook in 1964. En er zijn natuurlijk weer verschillende activiteiten, waaronder een optocht. Achter het stuur van de trekker zit de voorzitter van de wielervereniging Sassenheim en omstreken, Leo van Ruiten. En op de aanhanger een aantal coureurs om de ronde van Sassenheim extra onder de aandacht te brengen. Nu een filmpje van de dikke bandenrace voor junioren van Sassenheim. Het parcours was door de Oranjebuurt. Start en finish, kruispunt van Heemstraat, Beatrixstraat. De opname is gemaakt op de hoek Irenestraat, Julianelaan. Met als laatste beelden van de trotse winnaar van deze wedstrijd, Tom Zeldenthuis. De laatste wielerronde in Sassenheim onder auspiciën van de Oranjevereniging. Op de achtergrond staan wielrenners al klaar aan de start- en finishlijn op de Willy Broderslaan. De auto zou de eerste ronde voor de renners uit blijven rijden als ereronde voor Leo van Ruiten, staand in de auto links, die jarenlang de ronde van Sassenheim had georganiseerd. Hij was ook de oprichter van de wielervereniging. De chauffeur is Johan Bontje met naast zich mevrouw van Ruiten. Rechts met zijn hand op het hek Arie van Houwelingen en naast hem Jan de Zwart. Links achter de wagen met bidon zoon Theo. En links bij de finishwagen Sjaak van Goeverde en Ellie van der Geest. Deze foto is gemaakt op hetzelfde punt van de Willy Broderslaan, maar dan in 1962. Er ligt hier nog een stuk noodbestrating en er staat een bord om de verkoop van een aantal hier te bouwen woningen aan te prijzen. Ook rechts is nog geen bebouwing, maar het bollenland en schuur van Zonneveld. Dit is hetzelfde terrein van Zonneveld wat op de vorige foto aan de rechterkant te zien was.
Links is hier de Julianenlaan en middendwars de Willy Brodderslaan. Op deze foto staan hier de Datsuns van de firma Hart, Nibbig en Greve, die toen importeur van dit Japanse merk was. Volgens insiders konden er 110 auto's op dit terrein staan. Na Datsun was hier ook nog Greenhip, importeur van motoren, gevestigd. Nu staan er de woningen van de Johan Friso, Willem-Alexander, Constantijn en Prins Hendriklaan. Jan en Nel Eikelenboom, begin jaren 60, gefotografeerd op de Parklaan bij de Adelborst van Leeuwenlaan. Onderweg naar de kermis die toen op de Oosthaven gehouden werd. De familie Eikelenboom voor hun winkel in de Floris-Schoutenstraat nummer 5, het Boter- en Kaashuis. Uiterst rechts staat Jan Eikelenboom en daarnaast zijn vrouw met dochter Sus. Dan Arie met sigaar, met voor zich zijn zoon. En als laatsten Hendrik en Trein. In 1939 verhuisde Eikelenboom met zijn zaak naar Hoofdstraat 170, hoek Floris-Schoutenstraat Hoofdstraat. De foto van het interieur van de winkel is gemaakt na een interne verbouwing in 1961. Van links naar rechts zien we Karel Eikelenboom en zijn vrouw, een onbekende, en dan Jan Eikelenboom en zijn echtgenote. De eerste rij huizen aan de Hoofdstraat vanaf de Zuilhofstraat. Op de hoek staat de zuivelwinkel van Jan Zuilhof. Hij had als bijnaam Jan Pap. Hij woonde zelf links van de zaak en daarnaast woonden zijn ouders Jan Zuilhof en Anna Marie Zuilhof Hoogstraten. Op deze plek zijn nu een snackbar en een Chinees restaurant gevestigd. Dit is de situatie in de 80er jaren. Op de hoek van de Zuilhofstraat en de Hoofdstraat, snackbar Men Zegt. En links daarvan Chinees-Indisch restaurant Bo Hua. Snackbar Men Zegt zit er nu in 2022 nog steeds en het Chinees restaurant heeft een andere naam en heet nu Orient City. Hier zien we van links naar rechts Hans van Duin, Artie, dat is Arie van Schaik, en Truus van Duin. De foto is gemaakt in 1975, waarschijnlijk in Bar de Lans, boven de snackbar op de hoek van de Zuilhofstraat. Artie, Arie van Schaik, was een creatief man. Hij had een reclamebureau dat was gevestigd op de hoek Heemstraatstraat-Sanstoutkade. Het pand had hij aangepast en het De Gelukkige Olifant genoemd. Hij ontwierp onder andere ook mozaïeken, waarvan hij het idee op een simpel A4'tje tekende, waarna er dan, naar dat voorbeeld, een mooie uitvoering aan werd gegeven. Bloemencorso's zijn er al heel lang. Hier bijvoorbeeld in 1923, ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. De foto is gemaakt ter hoogte van de tegenwoordige Bernardus. Op de achtergrond de villa's Nancy en Liquinda en de bedrijfsgebouwen van Speelman met links de molenstomp van molen De Nijverheid van Speelman. Pleun van der Vis en Mieke Arendshorst staan hier klaar om koeien te gaan melken. De foto is gemaakt op het Speelmanlaantje, wat zo genoemd werd omdat het naar de bedrijfsgebouwen van Speelman liep. Op de achtergrond weer molen De Nijverheid van Speelman, die we nog een aantal keren tegen zullen komen. De heer G. van der Voort in het Bollenland van Papendrecht. Links de molen en bollenschuren van Speelman en Zonen en rechts Huizen Sint-Bernardus. De heer van der Voort loopt hier op de plek waar nu de koetsiersweg ligt. Zo zag het er in 1930 uit. De bedrijfsgebouwen en molenstomp van de firma C.J. Speelman en Zonen. Het was toen een van de grootste bollenbedrijven van de streek. Maar het ging op den duur niet goed met het bedrijf en in 1967 is het failliet verklaard en heeft de gemeente de gebouwen en land gekocht voor woningbouw.
De gebouwen werden echter tot 1989 door verschillende firma's gehuurd, waaronder Mecanorma Polyfrom. In 1990 zou de totale afbraak beginnen. Ook de molenstomp moest weg ten behoeve van de woningbouw. Er werd in de pers melding gemaakt dat de beuk erin ging. En dit bericht is aanleiding geweest tot het oprichten van de stichting Behoud van de Molen van Speelman. Het is 1992 en op de achtergrond zien we de nieuwbouw van Postwijk. En ervoor staat de molenstomp in een bouwput, klaar voor restauratie. Het zou een lange weg met veel tegenslagen worden. De molenstomp is nu prachtig gerestaureerd en er wordt door verschillende organisaties goed gebruik van gemaakt. Echter de wens van herstel tot een volwaardige molen is tot op heden niet in vervulling gegaan. Deze foto is gemaakt in 2001 en hierop staan links Jasper van Teylingen en rechts Hans Hardenberg. Beide heren waren vanaf het begin zeer betrokken bij het project Behoud van de Molen van Speelman. En ook bij de oprichting van onze stichting die daaruit voortgekomen is. Hoofdstraat nummer 63, de plek waar deze villa Beukenrode in 1929 is gebouwd. De eerste bewoner was bollenkweker Pleun Krauwel. Hij was gehuwd met een dochter van de bekende familie Speelman. Op deze foto zien we de villa nog in volle glorie. Maar nu staat het huis helaas verborgen achter een metershoge heg. Het Bollenland grenzend aan de hoofdstraat tussen de villa's Beukenrode en Twins Home, zoals dat er in de 50er jaren uitzag. Het is nu, zoals bijna al het open land in Sassenheim, volgebouwd met woningen. Deze foto is gemaakt aan de oostkant van Sassenheim. We zien een mooi stukje Bollenland, wat helaas ook verdwenen is. Dit stuk land was van de firma Lenen, gelegen naast de A44, de plek waar het station Sassenheim is gebouwd. En zo zijn we weer gekomen aan het einde van deze presentatie. Dit was Bollenstreek van toen voor deze week. Volgende week is er weer een nieuwe. Tot volgende week. Dag!